En we hebben heel goed nieuws, want... Heel goed nieuws! I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En hi René. Hi Sergio. Hi Jessie. Hi Jessie Silva. Ja, de kerstdagen zijn weer voorbij. We zijn in het nieuwe jaar beland, 2020. Gelukkig nieuwjaar, alle beste wensen. Vrienden die het gezien heeft. En om de goede voornemens gelijk maar uit te voeren. Ja. Doen we weer even lief voor elkaar zijn. Inderdaad, ik was op mijn werk en we hadden nog heel veel kerstbroden liggen. En ik zei, wat gaan jullie daarmee doen? En dan uiteindelijk worden ze toch weggegooid. Ik ga het kort houden, want Jessie is een beetje... die heeft honger. Die kerstbroden gingen ze weggooien en ik had zoiets van, daar houdt niet van. Dus toen vroeg ik of ik ze mee mocht nemen voor de dakloze opvang. Dus we staan hier bij Stichting Kessler, als ik het goed heb. Kessler Stichting, ja. Ja? Ja, Kessler Stichting inderdaad. En die heb ik gebeld en die waren heel erg blij. Dus, nou, toppie. Ik ben zo terug. Gek. Tot zo. Tot zo. Goed beveiligd. Zo. Ja, belofte maakt schuld. Ja. Geef ze maar aan dan. Hey, we zijn binnen. Ik heb ze, de broden hier. Hier zijn de twee hartstikke lieve dames. Die nemen ze in ontvangst. Ik hoor dat jullie er ontzettend blij mee zijn. Zeker, absoluut. Je had de broodje mee moeten nemen, hoor. Ja, super. Ik moet even zelf zien. Gooi hem zo gewoon nog. Ja. Dit is wel echt zwaar, hè? Ja. Nou, daar gaat mijn telefoon. Nou, dankjewel voor de broden. Alsjeblieft. En ja, wat ik al zei, maak er mensen blij mee. Zeker. Laat ze ervan genieten, want ik heb er al genoeg op. Dankjewel. Ik hoef echt niet meer. Hij heeft er 6 op. 6 stuks. Gek joh. Heerlijk. Maar nu is het klaar. Het is 2 januari, heb ik gezegd, we gaan lijnen. Ja. Dus ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, oké, doei. Fijne avond. Doei. Doei. Zo zie je maar, een klein belletje en een ritje, omrijden een beetje en zo maak je toch weer heel veel mensen blij. En ja, dat maakt mij ook weer blij, ja toch. Nou, lekker naar huis, lekker koken. En een filmpje kijken. Hi Poppy. Hi Poppy. Laten we naar huis gaan, hè? Ja, hij is er klaar mee. Hij is er klaar mee, hè? Zo Poppy, wat heb je voor lekkers gemaakt? Zo, sloop het niet. Ja, in het kader van het nieuwe jaar heb ik een, dacht ik ineens aan mijn werk, dacht ik ineens van, wat kun je allemaal vullen? En toen kwam ik ineens bij een pompoen, want ja, die kun je natuurlijk heel, heel goed vullen. Want die heeft juist een hele grote holte. Dus die heb ik leeggemaakt en ik heb het dakje heb ik zeg maar opgebakken met wat ui en knoflook. Een breitje erbij. En dan heb ik een veganistische bechamel saus gemaakt van amandelmelk. En die heb ik gedipt met wat maizena. Dan hoop ik dat dat ook veganistisch is. Maar nou is nog niet heel het gerecht veganistisch, maar wel vegetarisch. Er zit ook vegetarische kip in. En peperkaas bovenop. Zo. Nou, René heeft er ook zin in. Sorry, ik ben gewoon moe, Poppie. Ja, dat is niet erg. Ik ben ook koud en... Het is maar goed dat ik altijd kort van stof ben. Ja, jij bent altijd zo kort van stof. Hou op voor jij. Je koud. Gewoon. Wat? Vertel maar. Nee. Zeg het maar. Nee. nou, dus... Ja, had ik ook. Nee, je bent gewoon irritant. Dus...
Nou, doe eens niet zo onaardig. Zeg gewoon wat je wilt zeggen. Nou, smakelijk eten en vegetarisch eten. Eet smakelijk! Oh. Zo. Buon appetito! Buon appetito! En een hele goede avond! We hebben voor jou weer een kledinghaul! Unboxing! Wat? Het is een kledinghaul! Een kledinghaul! Met een unboxing! Kledinghaul! Kledinghaul unboxing! Ik vind het goed! ASOS! ASOS is onze hoofdleverancier van onze kleding tegenwoordig! Nou, inderdaad! We hebben weer wat leuke items gevonden en besteld en die gaan we nu uitpakken. Want het leuke ervan is dat je altijd vergeet wat je besteld hebt. Dus het zat weer een cadeautje. Dat is inderdaad wel leuk. Je bestelt gewoon cadeautjes voor jezelf. En nou, we hebben natuurlijk binnenkort allemaal feesten en zo. En toevallig hebben we er vanavond eentje. Dus we wilden er gewoon weer eventjes de blitz uitzien. En hij ook. Ben je blij mee? Ja! Enthousiaste. Hey! Leuk. Ja, dat is heel leuk, maar dat is, als hij dan zo doet, dan klapt hij wel eens met zijn neus op die rand. Ik vind het wel weer spannend of ik het ga passen en of ik het leuk vind staan. Vind ik altijd een beetje spannend. Ja, een beetje spannend. Nou, are you ready? Ja, I am ready, ja. 1, 2, bam! Oh, hij is lekker gevuld. Oh. Kijk eens aan. Zo. Oh. Ik zie nu al iets wat I like. Oh, ik ook. We hebben toch een goede smaak. Oh, ik ook. Oh. Dit is mijn jas. Yes. Is dit wel wat ik besteld heb? Is dit wel van mij? Wat I like. Nee, dat is mijn jasje. Is dat van jou? Nee, dit is van jou. Ik weet het niet meer. Dat is jouw wandsuit. Jouw catpak suit. Catpak suit. Ja. Nee, maar ik had er ook nog één. Ja, die. Zit er ook nog in? Ik had nog. Oh, joh. Leuk kleurtje. Kom maar op. Oeh. Likey-like. Ja, dat lukt wel lekker dit. Hey. Kan die ook nog dicht? Ja. Ik heb je daar nooit slant, weet je. Al leuk, het is dicht. Hey. Hoe voelt dat aan? Ja, kikken. Mooi. Fijn. Past ook. Perfect. Ja. Heel lekker. Fijn. Oh, zacht. Next item. Next. Oeh. Een lekkere trui. Lekker. Warm. Ik hou ervan. Lekker beige. Lekker crème. Lekker, hè? Gewoon zo'n simpele trui eigenlijk die gewoon weer tof is. Ja. Nice. En, next. Weet je wat daar ook lekker leuk op staat? Jezus. Dat was gewoon de halve doos dit. Ja, ik heb weer eens iets gevonden. Oeh, hij is wel statisch. Het is wel nep, dames en heren. Ja, dat is zo, hè, Spien. Ja, schatje. Maar dat is dan wel, dan moet je er wel een sjaal onder. Want het is wel leuk dat het een lekkere warme jas is. Maar als je vervolgens hem niet dicht kan doen. Ja, ja of een hoodie. Een hoodie of zoiets met een colletje. Ja. Kijk nou niet, colletje. ASOS? ASOS. Dan zie je binnenkort weer. Maar een hoodie is een capuchon, dat is niet een... Dat is correct, dat is juist. Dat is geen colletje, poepie. Nee, maar ik zei ook of. Next! Dit is zo, dat is wel... Oh ja, leuk! Het is een beetje klein. Beetje klein? Maar dat is wel een... Dat is gewoon een M. Zit je nou weer te kakken daar in de hoek? Zit je weer te kakken? Ja. Ook leuk, hè? Ja, is geinig. Ja. Tof. Deze zit niet zo mooi. Zit niet zo mooi? Nee.
Ja, vanwege dus. Ja. Dat is wel een beetje zo van, ik knuffel met je buik, zeg maar. Ja, maar dan komt er dat hij nog eraf gaat. Nee, deze zit er nog niet heel mooi, Poepie. Ja, maar deze moet terug. Deze is te strak. Oké. Moet hem opzij leggen. Netjes. Ja, als die goed zit, dan is die prima. Dat is leuk. Ja, precies. Je moet hem gewoon wat meer opkroppen. Weet je zo. Weet je gewoon... Ja, ik heb jarenlang opgekropt. Ik heb gehoord dat hij niet moet... Als je alles maar opkropt, dan... Mooi. Ja, ik vind hem heel mooi bij je hals. Je ziet mooi je sleutelbeen. Sleutelbenen. Sleutelbeen. En hebben we nog schoenen? Ik heb mijn schoenen. Hoppa. Zijn wel mooi wit. Nog wel. En? Zitten ze lekker? Ze zijn in ieder geval niet te klein. Nee. Ja, helemaal chill. Mooi. En de modeshow continues. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zitten. Hij is wel echt heel kikker. Kijk eens aan. Sexy hoor. Ik like this. Heerlijk. Er moet wel een beetje gestreken worden, denk ik. Maar. Dat was me niet. Ja, maar ik ben niet zo wat strijken, dus dat valt mij niet zo op. Maar heel leuk. Leuk kleurtje. Ja, hè? Leuk beetje, model. Ja, de rib is echt. De rib is ook helemaal in, hè? Ja, superleuk. Tof! Next! Verwam, verwam! Badaboom, badaboom! Ik vind hem leuk! Staat je heel mooi ook, ja. Lekker apart, hij is zacht ook. Ik voelde al gelijk toen ik hem op mijn benen deed van, dit voelt lekker. Het is wel een beetje exposed, maar... Ja! Toppie! Heel gaaf. Wat voor shoes heb jij? Ik weet het niet meer. Zo roze mijn lievelingskleur zijn. Het is me nog nooit opgevallen. Kijk. Hé, maar die staan ook top onder die andere, ja, denk ik. Zeker weten. Ja, heel gaaf. Nice. Zo. Zo, dit is onze outfit. Helemaal klaar voor. Ja, je ziet er echt wel kick uit hoor. Kijk, mijn schoenen die hadden jullie nog niet gezien van dichtbij. En dit pak. Kinda steal the show. Ik ben trots op mijn vlecht. Heb ik zelf geprobeerd. Ja, je kan steal the show, baby. You kinda steal the show. No way. You kinda steal the show. Ja, met mijn kerstbuik. Met mijn kerstbroodbuik. En je hebt wel heel veel lipstift op je tanden. Dat hoort er ook bij. Oh ja, hoort er bij. Jesse Silvers kan een stil de show. Ja. Hé, kan je? Ja. Hij is een beetje moe, dus nou ja, we zien hoe het gaat. Let's go! Let's go! Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je goed geslapen? Nee. Nee? Komt les van mijn rug. En okay. Jesse is een beetje wakker geweest. Ja. Maar ja, had ik vandaag gedacht, een leuke dag. Gedacht dat hij inderdaad niet meer zou slapen, maar dat was niet zo. En vandaag, jij gaat gezellig met je moeder op pad. En wij zijn. En je, ja, de ginkeltjes. Nou, we zijn in ieder geval goed bezig. En we hadden gisteren op de verjaardag hadden ze speciaal vegetarische hapjes gemaakt. Of in ieder geval gekocht van die bittergarnituur. Vegetarisch. En er lag een hele lekkere kip naast. Maar we hebben het niet gedaan. En jij gaat zo meteen naar de high tea. Wat zit er allemaal bij de high tea ook alweer? Op een andere zaak, heel veel zoet. Ja. Maar ook hartig. Kan ook vlees en vis zijn. Ja, je moet maar even kijken hoeveel je komt, toch? En dat is vandaag. Ik had vandaag weer een bericht gelezen op nu.nl. Dat er inmiddels zoveel mensen veganistisch worden dat het weer slecht voor het milieu is.
Het heeft natuurlijk allemaal met sojabonen te maken. En voor sojabonen is heel veel ruimte nodig in de Amazone. En daarvoor worden weer bomen gekapt. En dat is ook weer slecht voor het milieu. En om die sojabonen dan weer op te halen en te exporteren en te verwerken, heb je heel veel diesel nodig. En dat is ook weer slecht voor het milieu. Ja, je weet het tegenwoordig gewoon niet meer. Je moet een beetje een gulden middenweg vinden gewoon. Misschien één keer in de week vlees of vis. Maar ja, dat neemt niet weg dat wij het meer ook doen vanwege een gezondheidsoogpunt. Dat we dus die documentaires hebben gezien en dachten van nou, dat gaan we eens eventjes onderzoeken. Of dat het echt zo fijn is voor het lichaam en wat je daar het verschil van gaat voelen. Maar ja, we zijn nog niet veganistisch, dus zover zijn we nog niet. En ze zeggen stoppen met roken, dat je in één keer moet stoppen. En dat vind ik in dit geval een beetje rigoureus. Nou ja, ik denk dat we al goed op weg zijn als we gewoon proberen zoveel mogelijk het niet te doen. Maar ook niet heel spastisch te doen als het wel een keer in voorkomt. Want er zit in alles zoveel dat je dan nooit meer ergens met iemand kan eten als ze daar dan niks hebben. Ja, precies. En we zijn nu toch nog bezig om al onze dingen die we thuis nog hebben liggen op te maken. Want dat is pas zonde als we het gewoon dan echt weggooien voor de dieren. We hebben in elk geval geen vlees meer in huis. Dus, nee, maar nog wel ei. Nog wel dingen die van melk en zo, dat ja, soort dingen gemaakt zijn. En kaas. En, ja, we zijn goed op weg. Ik ga mijn eitje eten, want anders wordt hij koud. En de camera gaat zo meteen met jou mee. En ik blijf lekker thuis. Zo, ik ben onderweg naar de auto, want ik ga als eerste mijn moeder ophalen. We gaan naar Rijswijk. Saveren. Voor een heerlijke high tea. Zin in. Wat is zin in, mam? Hartstikke veel zin in. Met mijn drie meiden altijd gezellig. Hallo. Hi, hi. Hey, ik zeg jou hoor. Ik ben gebruikt. Ja, kom. Oh. Dat zie je eerst niet, hè. Welke kleur die heeft, hè. Zit je hallo, lieve patatties! Die lieve patatties! Ik ben weer thuis. Oh, dat was lekker zeg allemaal. Wat voor heerlijk. Gezellig met de meiden van Ginkel. Nu weer lekker thuis, als ze zo de midden naar het toilet wat moet pissen. Wat een dag. Lekker op de bank weer. Op onze befaamde bank. Ja. Jessie is echt vet onrustig vandaag. Hij ligt er nou... Ja, gisteravond ook, overnacht. Anderhalf uur in, ja. Maar toen ging hij nog gewoon slapen toen we hem in bed legden. Ja, maar wel twee keer eruit geweest. Ja. En hij kwam ook weer vroeger dan normaal. Ja, en nu is hij volgens mij wel stil. Maar hij ligt er al twee uur in. Waarvan hij zeker een half uur gehaald heeft. Ja. Nee. Maar ja. Misschien is een sprongetje of zo. Kan. Denk het. Ja, toch. Doe je eraan. En nee, troosten. 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 Liefde geven. Liefde geven. Liedjes zingen. Liedjes zingen. Ja. En we hebben heel goed nieuws, want... Heel goed nieuws! Ik denk dat het een weekje, ja, wat zal het zijn? Vijf dagen? Vijf, zes dagen. En toen was het geld binnen. Het geld binnen van Andrea. Zo fucking vet. Zo tof. Echt. Iedereen die gedoneerd heeft, dankjewel. Echt. En ook namens Andrea. Ik geloof dat ze 10 februari gaat ze naar de walvissen. Ja. En ja, het is gewoon, jullie hebben er echt aan bijgedragen dat zij gewoon haar laatste droom kan waarmaken. En echt dan heel snel, dus dat is echt helemaal fantastisch. Echt super tof. Ja. Pink je naar het raantje? Ach, poepje toch. Ben je ook een emotioneel wrak? Ik moest er ook even aan denken dat... Want ik zou eigenlijk een leuke kookvlog opnemen met mijn vader deze week. Maar die moest hals over de kop naar Rome. Voor een tante van hem die een herseninfarct heeft gehad. En waarschijnlijk komt te overlijden. Dus ja, een verdrietig begin van het jaar.
laten we het positief afsluiten. Hè? Want het is gewoon super geweldig dat, je... Oh, sorry. Het is gewoon super geweldig dat jullie eraan bij hebben gedragen om iemands droom waar te maken van iemand die weet dat het einde nadert. En dat is toch echt heel, heel erg tof. Ja, ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Nee. Echt. Maar ons YouTube-bericht is ook 100 keer gedeeld. Alleen al via onze site. En van andere sites is die ook nog heel veel keer gedeeld. Dus ja, gewoon helemaal te gek. Fantastisch. Ja, dus doe Vond even een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Precies. Vergeet niet te abonneren. En een belletje aan te drukken. En dan zien jullie wel heel graag bij de volgende. Tot de volgende. Ciao. Ciao.